En hier zijn we weer met een hele nieuwe De Straat. En deze keer gaan we toch vragen, wat is uw nieuws van de dag? En dan hoop ik op goed nieuws, leuk nieuws en geinig nieuws. Maar het mag ook anders, hoor. Wat is je nieuws van vandaag? Ja, of het mag deze week wezen. Wat is het nieuws van deze week? Is je opgevallen? Of heb je misschien privé leuke dingen? Oh jee. Ja, ik ben me zo druk, hoor. Ik ben heel druk altijd met alles. En het nieuws van deze week. Nou ja, van vandaag. Drukke dag. Ik ben aan het werk. Ik werk met Harry. Die begeleid ik altijd. Oh, Harry, je wordt begeleid? Ja. Is ze aardig? Ja, aardig. Ja? Ja. Als ze draaien ze om, lopen ze daarin. Vragen we het nog een keer. Sarah? Ja, aardig. Oh nee, je kon er allemaal weer bij. Nee. Ik zit je maar een beetje te plagen. Nee, maar ik begeleid Harry en dat doe ik nu alweer ruim een jaar. En dat gaat hartstikke leuk. En dan gaan we meestal naar de Boogaard, naar oma. Die zit hier in de Boogaard. En, dan... okay, en doe je dat vaak met mensen? Of is Harry speciaal jou toegewezen? Nee. Ik werk met name bij heel veel mensen thuis. En dat is op basis van persoonsgebonden budget. Via een bureau, dat heet Leven In, maar daar werk ik voor. En dan word ik gewoon ingezet op de dingen waar hulp nodig is. En Harry die komt bijna niet buiten, dus de hulp is gewoon bij Harry thuis. En dan gaan we samen weg. En ik help ook wel hier en daar met zijn moeder, want daar woont hij nog. En dat is eigenlijk wat ik doe. En zo kom ik ook bij iemand. En daar doen we samen boodschappen. En zo ben ik altijd daarvan uit bezig. Dat is wel verdomd gaaf werk. Ja. En het is ook verdomd nieuwsgierig wat de politiek gaat doen. Nou inderdaad, want er is een hoop gesteggel om natuurlijk. Ja, want PGB, daar deden ze heel lastig over. De afgelopen jaar is er zoveel veranderd in de zorg sowieso. Want ik heb wat dat betreft heel veel ervaring met zorg. En daarin is het gewoon ontzettend lastig. Terwijl eigenlijk is het gewoon heel simpel. Want met persoonsgebonden budget kun je de mensen gewoon helpen waar ze hulp nodig hebben. En voor de rest kunnen ze hun eigen leven leiden. En dat is gewoon eigenlijk wat eigenlijk volgens mij Nederland wil. En dat doe je daarmee. Alleen ja, er wordt ontzettend in besodemieterd. En dat weet ik ook wel van heel veel verhalen. Maar er zijn ook heel veel goede verhalen. Die missen we een beetje. Word je er toch geraakt door de oude hoer zeg maar, op het Binnenhof in je werk? Baal je er niet van? Nou, ik baal ontzettend. Want ik merk gewoon dat zorg, maar ook pleegzorg, want ik ben ook nog eens pleegouder. Merk ik gewoon dat het gewoon echt frustreert. En wat frustreert er mij? Dat er gewoon niet verder gekeken wordt als een bureautje. En die bureaus, daar ben ik gewoon klaar mee. Die bureaucratie. En dat vind ik jammer. En dan zie ik vanmorgen toevallig op internet wat ze dan doen met de plannen met pleeg, met zorg, kinder, jeugdzorg. En bijna geen enkele partij heeft zich daarop ingezet. En dat vind ik een schande. Want jeugd is de toekomst. En daar wordt zo moeilijk in gedaan. Vooral papierwerk. Nou vind ik je knap klaar aardig lullen. Zou het geen baantje voor jou zijn in de politiek en dan daarover gaan? Ja, misschien wel. Nee, best wel. Ik bedoel, je verwoord je eigenlijk goed en je houdt je woede in toon. Ja, nou ja, als ik bij jeugdbescherming West zit voor mijn pleegdochter, is die woede soms een beetje te veel aanwezig. Maar waar het om gaat is gewoon, het is gewoon lastig. Het wordt gewoon de mens lastig gemaakt. In de zorg, dus pleegzorg, mensen met een beperking die zorg. Het wordt gewoon lastig gemaakt door het papierwerk, door de regels die er zijn. En dan denk je van, dat kan echt iets minder. Want kijk naar andere landen, daar is de zorg soms ook wel slechter, maar er is ook minder papierwerk. En ik vind, je moet inzetten op de mensen en niet op het papiertje wat in een laadje gaat en wat je niet meer terugziet. Ja. Harry, wat denk jij er nou van? Gaan we dan naar oma gaan of niet? Ja. Ja, hè? Ja. Ik wens jou een hele fijne dag. Ja. Kijk nog een hand. Wat is uw leuke, rot, gezellig nieuws van deze week? Heb je wat leuks meegemaakt? Ga je nog wat leuks doen? Ga je vakantie? Ga je weet ik veel? Nou, ik ga er straks naar rijden, meneer. Alleen wanneer weet ik nog niet. Hoe doe je dat? Ik zou het niet weten. Nee, ik zou het niet weten. Heb je nog wat leuks? Nieuws? Ja. We gaan lekker straks 4 maanden weer naar Frankrijk. Lekker genieten. 4 maanden naar Frankrijk, leg uit. Op een huisje of ga je dan... Nee, dan doen we beheer voor Rententent, een organisatie hier in Nederland. En dan doen we daar een camping voor een aantal tenten beheer. Hartstikke leuk. En dan ga je lekker zelf beheren, de camping beheren? Nee, en dan... een aantal tenten op die camping. Dus er is een organisatie in Nederland, die zet op allerlei campings zet ze wat tenten neer. En die gaan wij dus voor die organisatie beheren. Dus wij ontvangen dan de mensen, brengen ze naar de tent. En als ze weggaan, kijken of alles oké is. En dan zo zitten we gewoon lekker ruim 3,5 maand in Frankrijk. Rot hè? Ja, zeg rot. Dus... heel rot. Gaat u mee? Ja, natuurlijk. Hondje ook mee? Ja. En gewoon lekker genieten? Heerlijk genieten. Ja, is echt leuk. Je bent een beetje bezig en je hebt ook nog lekker vakantie. Dus, wanneer is dat?
Dat is gewoon half mei gaan we weg en dan komen we half september weer terug. Zo, dus, Heb je dan de dag gewoon lekker fietsen, lekker kijken wat je wil? Ja, je hebt daar gewoon alles natuurlijk. Je hebt je caravan bij, je hebt je spulletjes al bij. Dus je kan lekker genieten van alles. Dus mooie kan je niet hebben. Ik zie dat jullie lekker gelukkig zijn en genieten van. Ja, dat doen we zeker. Ja, okay. Hey, doei.